Tussen 1977 en 1985 heeft een oud gynaecoloog van het toenmalige Carolus ziekenhuis eigen sperma gebruikt bij een donorinseminatie bij een patiënt met een kinderwens. In één geval is het bewezen dat hij de biologische vader van het donorkind is. Hij heeft aangegeven dit enkele keren gedaan te hebben. Wij vinden deze werkwijze onbegrijpelijk. Het schaadt het vertrouwen van de patiënt en heeft een grote impact op het donorkind. Wij zullen onderzoek doen om te zien wat er allemaal aan de hand geweest is en halen daarbij de onderste steen boven. Wij snappen dat dit bij patiënten uit die tijd en mogelijke donorkinderen ongerustheid en vragen oproept. En wij roepen hen dan ook op om zich tot ons te keren en die vragen bij ons te stellen, zodat wij dat onderzoek goed kunnen doen en hun goed kunnen begeleiden in deze moeilijke situatie.